bestelt voor iets? Singeltjes. Dan moet je daar aan doen. Gelukkig een stuk minder mensen, maar ook een stuk minder vuurwerk. Daar staan binnen ook met de Chinese rolletjes. Kijk maar. Hij is weer zo blij als een kind. Let op, alles in deze video is levensgevaarlijk. Doe dit thuis dus niet na. Sterker nog, doe dit gewoon überhaupt niet na. Veel kijkplezier. Ja, dames en heren, het is alweer het einde van dit jaar en we zijn weer op weg naar Duitsland. Sommigen van jullie moeten daar uren voor rijden, maar ik rijd daar 5 minuutjes op. En dan zijn we al bij de eerste supermarkt. Is er grenscontrole? Nee, natuurlijk niet. Dat kennen we niet meer. Schengen-gedrag is al jarenlang aan de gang, dus nee. Allemaal? Wel verdacht door een aantal. Oh, die staat te zeiken. Hé, wie is Rick? Verboden, hè? 140 euro boete. Nou, we zijn in Duitsland. De eerste alweer mensen, de Little in Tudern. Die kan ik helpen. Nou, we moeten gaan bestellen. Spreek je ook nog Nederlands? Ongelooflijk, joh. Nou, zijn we Hollanders komen. Dus we gaan even kijken wat we willen hebben en dan gaan we pakken voor ons. Deze twee dan, meneer. Ja, dankjewel. Gewoon naast de rest van de boodschappen moet je Nederland doen, joh. De volgende alweer. Edeka en de Aldi zitten naast elkaar, dus dat is makkelijk. Is genoeg. Kijk, hebben ze ook nog daar zo'n echte tevreetjes. De mensen vragen of ze nog blindenbommen hebben. Ja, hebben ze. Hebben ze ook nog. Kun je gevechtjes mee houden. Wedstrijdje is eerst overgeliest. Maar er wordt nog wel voorraad van de machine gebeuren. Daar staan drie leuke Chinese rolletjes. Kijk maar, mooi even pakken in deze. Hij is wel Leslie, van Nederlands vuurwerk. Ja, het waren om dit te vol te raken. Ik wil ergens op te lijken. Hij is weer zo blij als een kind. Zo, voilà. De volgende alweer mensen, levensmiddelen, inderdaad, we hebben vuurwerk nodig om te leven, de Norma. Kijk, ze waren hier zo van elkaar gezet. Family pack. Wat er zin erin? We hebben een eentje. Nou, wat hebben we nou weer meegenomen? De high voltage en de paramotion, is een waaiertje. Nou, we gaan door naar de volgende. Ja, nogmaals een keer een Lidl'tje, want die andere had niet alles op voorraad. Dus we gaan even kijken of ze dat hier wel hebben. Gelukkig een stuk minder mensen, maar ook een stuk minder vuurwerk. Zijn uitgekocht. Dankjewel. En dan ineens feuerwerk. Meneer, wilt u er niet zo hard mee schudden? Meneer, niet zo hard mee schudden, dadelijk gaat het af. Hartstikke idee. De Real is alweer de volgende mensen. Wacht even op het blokje in beeld komt, we zijn daar bij de Friller. Dan kunnen we zo zien wat eruit komt. Hop, naar de volgende winkel. Gaat goed zo. Die ene laatste leute. Geile kieren, Kaufland. Zo, kijk wat ze hier hebben bij de Kaufland. Gold Silver. Color Stars. Ook van Bugano. Ja, dat wel. Deze jongen van naast me, die vindt dit te klein. Hij zegt, ik kan je beter lucifers lukje voor je. 5 euro. Ja, dat is toch verschrikkelijk eigenlijk. Dat is normaal. 20 gram en dan gewoon een losse kogel kopen. En dat gaan we meenemen van nu, jongens. De Rising Star 2 keer en 2 keer de Bloody Mary. Jij zei toch 1 potje pakken? Pak niet het. Ja, mag je wel, jong. Dat is geen 1 potje, dat is 1 type potje wat je gepakt hebt. Is dat het? Ja, pap. Zijn de Bloody Mary's? Ja. Die heb ik hier staan. Zo, bommetje vol staat te lopen de band, dames en heren. Zo, ja! Daarbij! Oh, wat stap. Staat er ook op beeld? Ja. Oh ja. Hij stoot dus over, het is allemaal verlachen. AP vuurwerk, dat zit dus in Scherpenzeel, jongens. Dat is niet alleen gespecialiseerd in vuurwerk, maar ook nog heel goedkoop. Ze hebben wat meer dan normale supermarkt. Dus we gaan ze even wat leuks uitzoeken. Ja. Dit was de kleine winkel. Set je singleshotjes. We gaan naar de grote winkel. Wat is dit voor iets? Singleshotjes. Dan moet je daar aan doen. Zo, de andere winkel van AP Fireworks ziet er heel netjes uit. Er kan genoeg vuurwerk in elk geval. Hoppa, kijk eens. Allemaal mooi vuurwerk. Nee, maar dat is ook een leuk pakketje van de Blackbox. Kijk eens. Tientje. Wat komt eruit? Ja, vuurwerk, maar je weet niet welke effecten. Doosje erbij. En hartstikke idee. Zo, wat hebben we allemaal meegenomen? Van alles weer.
fonteinen om mee te starten. Hele mooie Bugano fonteintjes, Zwitsers makelij. Nou, de pijlenpakketten, daar gaan we niks mee doen. Dat is echt gewoon puur voor het hele jaar door. Een beetje mee te kloten. Single shotjes, de Galaxy. Galaxy 6. High Energy is een W-shape, 400 grammer, 40 euro. Dit is Black Box. Dat kennen we natuurlijk allemaal van het illegale circuit. Black Box heeft dus ook consumentenvuurwerk, maar geen idee. Tientje geloof ik. Pyro Motion. Dat is ook een waaiertje. De Night Hoiler is een Angry Wolf, gewoon 39 shots hummer effect, schitterend ding. Toch wel, hè? Waar is dan deze jongens daar? Achterin, zie je dat? Ja, gratis vuurwerk, altijd mooi. Oh. Ja, goed bezig, jongens. Ah, fijn, waar waren we gebleven? Twee keer Bloody Mary. De mummy. Ja, wat is dit? Geen idee. De Rising Star twee keer tegelijk. De High Voltage doen we dan is 15 euro.
deze is een waaiertje van Explode. Fire, Froy! Ja, dit is een 360 graden bak. Dangerous meegenomen. Dus ja, kortom, dit is het allemaal. Ik denk een leuk pakketje totaliteit. Sommige mensen schieten dit gewoon totaliteit weg met oud en nieuw. En dit is voor ons gewoon een bijvangst. Nou ja, jongens, tot volgend jaar. Tot de volgende vuurwerkshop in Duitsland. En we spreken elkaar dan weer.